Soms wordt er te vroeg een zwemverbod afgegeven en daar kunnen we wat aan doen. Net als je een verfrissende duik in het water wil nemen, zie je daar een groenige, blauwige verflaag op het water liggen. Blauwalg. Je kan er huidirritatie, diarree en maagkrampen van krijgen. En je kan er zelfs aan doodgaan. Levensgevaarlijk zou je denken. Maar niet alle blauwalg is echt gevaarlijk. Dat is een verzamelnaam voor een grote groep organismen. Hieronder vallen de zeewieren, maar ook al het plantaardig plankton en kransvieren. Dat zijn waterplantjes. En waar we het hier vandaag specifiek over hebben, is de blauwalg. Groot misverstand over de blauwalg is dat het eigenlijk geen alg is, maar een bacterie. De officiële naam is cyanobacterie. Toch noemen we het een alg, omdat deze bacterie exact hetzelfde kan als wat planten kunnen. Zuurstof maken. Zo'n 3 miljard jaar geleden waren er al blauwalgen op aarde. Er was toen nog geen zuurstof in de atmosfeer. De blauwalg was het eerste micro-organisme dat zuurstof produceerde. En na een paar honderd miljoen jaar hadden ze zoveel zuurstof gemaakt dat het leven zoals we dat vandaag de dag kennen mogelijk werd. Dus eigenlijk mogen ze wel heel dankbaar zijn. Blauwalgen zijn goed, maar met mate. Ze horen van nature in het water thuis. Als de temperatuur stijgt en er voldoende voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat aanwezig zijn, dan gaat de blauwalg zelf zich delen. Eén cel worden de 2, 2 worden de 4, 8, 16, 32, 64 enzovoort enzovoort. En pas als er heel veel blauwalgcellen zijn, dan kunnen ze gevaarlijk worden voor ons en voor andere dieren. Daarom wordt ook altijd de blauwalgconcentratie gemeten. Een veelgebruikte maat voor de blauwalgconcentratie is een pigment, een kleurstof wat ze in zich hebben. Beneden 12,5 microgram per liter, dat is een miljoenste gram per liter, is er niks aan de hand. Tussen 12,5 en 75 microgram per liter kan er een waarschuwing worden afgegeven. Boven 75 microgram per liter kan er een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod volgen. Het is een beetje te vergelijken met alcohol. Drink je 1 glas bier, dan is er misschien nog niet zoveel aan de hand, maar drink je 10 glazen bier, dan kun je een alcoholvergiftiging oplopen. Nee, want niet alle blauwalgen zijn giftig. Van de 2000 blauwalgsoorten zijn ongeveer 40 soorten ook daadwerkelijk giftig. In 2009 hebben we 88 zwemlocaties het hele zwemseizoen door gevolgd. En op plekken waar een hoge blauwalgconcentratie werd gemeten, was bijna altijd de gifstofconcentratie beneden 10 microgram per liter. En dat is een gering risico voor de volksgezondheid. In 5 metingen was er tussen de 10 en 20 microgram per liter aan gifstoffen aanwezig. En dat is een matig gezondheidsrisico volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Water met een hoge concentratie blauwalg hoeft dus niet altijd giftig te zijn. Het is lastig om met het blote oog te zien. Net als je naar een biertje kijkt, kun je aan de buitenkant niet zien of het een alcoholvrij bier is of een Belgisch bier met wat hoger alcoholpercentage. Je moet dus altijd de soort en de giftigheid van de blauwalg achterhalen. In het lab kunnen we dat in 24 uur tijd tot getallen achter de komma. Maar ook hier ter plekke kunnen we al vrij snel een indicatie krijgen van de giftigheid, binnen een half uur. Lang niet alle blauwalg is giftig. Het is daarom van belang dat waterbeheerders ook de giftigheid van blauwalgen gaan meten, naast de blauwalgconcentratie wat ze nu al doen. En dan is het heel goed mogelijk dat we op veel meer plekken een verfrissende duik kunnen nemen dan dat we nu doen.